De 15 kilometer lange wegstrekking Mata-Peking-Saron in het district Para wordt gerehabiliteerd. Minister Siegfried Wolf van Openbare Werken gaf gisteren officieel het startsein. Volgens districtscommissaris Armand Jurel gaat een lang gekoesterde wens van met name de inheemsen in de dorpen langs de wegstrekking in vervulling. Voor velen was het rijden over de weg met de bromfiets of auto een waar avontuur. Het was steeds zoeken naar goede delen van het wegdek. En dat zorgde ervoor dat bromfietsers en autobestuurders vaak zigzaggend over de weg gingen. Met name het gevaar voor zwangere vrouwen en het tijdverlies zullen na het reconditioneren van de weg tot het verleden behoren, beloofde Jurel. Bij mijn aantreden als DC heb ik eigenlijk de innige wens gehad om geen sociale onrust in dit kader te krijgen. Vooral met betrekking tot de wegstrekkingen. Want ik heb gezien wat de DC's, maar ook de overheid heeft meegemaakt. Ik denk dat die grote man daarboven mijn bede gedeeltelijk heeft gehoord. Omdat ik toch wel twee barricades heb gehad. Maar niet in dit verband, een ander verband. Maar het is tot zijn recht gekomen en alles is goed gegaan. Belangrijk is voor mij als burger, dames en heren minister, is dat we tevreden mensen moeten hebben in het district. En als mensen tevreden zijn, dan krijg je ook een betere ontwikkeling in het district. Mensen gaan nadenken. Volgens Openbare Werken minister Wolf is een goede infrastructuur de basis voor de ontwikkeling van de gebieden en verbetering van het welzijn van de lokale bevolking. Het is daarom dat Openbare Werken een dusdanig beleid voert waarbij de beschikbare middelen landelijk verbetering en uitbreiding van het wegennet wordt bewerkstelligd. Tegelijkertijd probeert het ministerie ook de gereconditioneerde wegen in goede staat te houden. Mijn voorganger op 13 oktober van het jaar 2013 het startsein niet gegeven voor het reconditioneren van de 23 kilometer lange wegstrekking vanaf Pikisaron in het district Para tot Kwakugrong in het district Brugopondo. Rond die tijd is ook de nieuwe Boutonnenbrug te Pikisaron in gebruik genomen. Voorts is de wegstrekking van Sandrij tot de afslag naar Mata reeds geasfalteerd. Voor het reconditioneren van de strekking afslag Mata tot Pikisaron is de aannemer S-Mine Transport aangetrokken die de werkzaamheden op en langs deze 15 kilometer lange weg voor een bedrag van ruim 3,6 miljoen SRD zal uitvoeren. Dit project, zoals u eerder heeft gehoord, zal binnen 100 werkbare dagen worden opgeleverd met een onderhoudsperiode van 6 maanden. Het toezicht is op de richtige uitvoering en dat ligt in handen van het ministerie van Openbare Werken. Het hebben van een in goede staat verkerende weg komt vooral de bewoners van het naburige dorp Mata ten goede en verder ook de bewoners van Kwakugrong, Pikisaron, Bigipoika, Alfonsdorp, Tibiti, Wisagro en Apura die gebruik maken van deze wegstrekking. Minister Siegfried Wolf van Openbare Werken. Hij sprak gisteren bij de afslag Kwakugrong-Pikisaron. Daar gaf de bewindsman het startsein voor de rehabilitatie van de wegstrekking Mata-Pikisaron. Het aannemingsbedrijf S-Main Transport NV voert de werkzaamheden uit.